Goedendag, welkom namens de Academie voor de Rechtspraktijk. Welkom vanaf een heel bijzondere plek. We zitten namelijk op het podium van het Concertgebouw in Amsterdam. Op de plek waar normaal de muzici zitten. Een bijzondere plek. Eigenlijk zo'n locatie waar de Academie voor de Rechtspraktijk een beetje patent op lijkt te hebben. Namelijk het organiseren van interviews met bijzondere gasten over een belangwekkend juridisch onderwerp. En dat opgenomen op een bijzondere locatie. In dit geval is dat dus het Concertgebouw in Amsterdam. Ik ben uiteraard niet alleen. Mijn gast is Jan Meijer. Je bent manager arbeids- en ontslagrecht bij het UWV. En voordat we daarover gaan spreken, dit is de eerste keer in het Concertgebouw of? Niet de eerste keer, wel. Ik ben wel regelmatig bezoeker hier, maar op het podium is me nog nooit gelukt. Nooit eerder gelukt. Nee. Dat is een mooie plek. Ja. Wij gaan praten over zaken die ook het UWV aangaan op het gebied van wet en regelgeving. Arbeidsrecht natuurlijk. Je hebt een arrest meegenomen. Het woordje KLM springt er dan uit. Ja. Wat speelt er? Ja, bij KLM was het volgende aan de hand. Men ging reorganiseren. En die reorganisatie stond in het teken van het terugbrengen van het aantal managementlagen binnen KLM. En in dat kader werd er onder meer voor gekozen om binnen de afdeling Passenger Services een tweetal managementfuncties te schrappen. En daarvoor in de plaats een nieuwe functie te creëren, die van Shift Leader. Volgens KLM een zwaardere functie met zwaardere verantwoordelijkheden. En waarom werd dat benadrukt? Omdat KLM eigenlijk zei, voor die zwaardere functie wil ik niet op basis van het afspiegelingsbeginsel de mensen selecteren, maar op basis van geschiktheid. Wanneer mag KLM dat doen? Als die nieuwe functie echt een nieuwe functie is. Maar als die nieuwe functie eigenlijk een oude wijn in nieuwe zakken is en uitwisselbaar is met die functie die komen te vervallen, dan moeten ze inderdaad de rekenmethodiek afspiegeling toepassen. En dan kan het ertoe leiden natuurlijk dat KLM op die functie mensen moet plaatsen volgens die rekenmethodiek die ze daar het liefst niet op zien. Dus het eigenlijk werd voor een soort stoelendans gekozen. Men koos voor het creëren van een nieuwe functie en de vraag die dus centraal stond in deze zaak, is die nieuwe functie nou een nieuwe functie? Nou, en die zaak wordt uiteindelijk komt ook bij het Hof terecht dan en in het verlengde daarvan bij de Hoge Raad. En het Hof begint dan met te zeggen, nee, die functie van shift leader is feitelijk, als we het bekijken, dat pellen ze helemaal af aan de hand van de aard en inhoud van de functie, de loonschalen die aan de functie is gekoppeld. Al die aspecten lopen ze langs, komen ze tot de conclusie, nee, het is eigenlijk een uitwisselbare functie. Dus Shell had op basis van afspiegeling, moet daar die selectie doen plaatsvinden. Nou, en waarom is voor ons, en waarom vind ik op een tweetal punten vind ik dat arrest eigenlijk van belang? Je ziet toch wel met enige regelmaat dat werkgevers, die willen natuurlijk liever niet met afspiegelingsbeginsel geconfronteerd worden. Want je wilt natuurlijk, als je met een kleinere populatie door moet naar een reorganisatie, met die mensen doorgaan die de kar het beste kunnen trekken. En niet op basis van afspiegelingsbeginsel met niet misschien je favoriete mensen door moeten gaan. En nou, ja, daarvoor kiezen best wel regelmatig werkgevers voor die stoelendansmethode. En een van de opletpunten, dat doe ik ook in cursussen, laat ik dat dan zien, van pas op, wat was in deze zaak aan de orde? Die functie van shift leader, die werd zwaarder geacht door KLM. Maar een van de punten die ook, waar ook het Hof doorheen prikte, die zei, je zegt er zijn zwaardere verantwoordelijkheden, daardoor een niet uitwisselbare functie, maar je maakt niet aannemelijk waarom nog steeds aan die nieuwe functie dezelfde loonschaal hangt als aan die oude functies die komen te vervallen. Dus pas op, zou ik zeggen, werkgevers, als je al voor die methodiek kiest en je kiest er ook voor om die zwaardere door jou geachte functie met dezelfde loonschaal te waarderen, dan heb je wel wat uit te leggen. Maar even de KLM kritisch bejegenen. Je zou je een scenario kunnen voorstellen dat KLM heeft gedacht, we willen reorganiseren, we willen alleen met de beste mensen door, of zelfs met heel andere mensen. Dus hoe kunnen we dat het beste doen? We bedenken gewoon een nieuwe naam voor een nieuwe functie. End of story. Is dit wat er is gebeurd dan, denk je, of niet? Nou, ik denk niet dat dit bij KLM. KLM die liep natuurlijk in die zaak tegenaan dat het Hof dat helemaal ging afpellen. En dan begon met het feit, ja, dezelfde loonschaal. Nou, je zegt zwaarder. Nou, maar dat zou dan nog een denkfoutje geweest kunnen zijn. Als ze dat hadden had het dan wel kans gemaakt? Als ze hadden gezegd, nou, oké, we hebben een nieuwe functie. Kijk, het is wel, waar kijken we naar bij uitwisselbaarheid van functies? Dan kijken we naar de aard en inhoud van het werk. De opleiding, opleidingsrichting, de vereiste competenties. Maar ook de loonschaal waarmee de functies. Dus als je natuurlijk een zwaardere loonschaal aan een functie hangt, dat is wel een hele duidelijke indicatie dat je dus kennelijk die zwaardere verantwoordelijkheden ook naar een zwaardere, hogere beloning vertaald. Als je dat niet doet, dat kan, maar dan zul je het wel goed moeten uitleggen. En ja, die optelsom, al die criteria langslopende,
zei het Hof, en in het verlengde daarvan ook de Hoge Raad, ja, dat was onvoldoende. En ja, een ander punt wat in deze zaak voor ons ook van belang was. Een jaar daarvoor had de Hoge Raad een arrest gewezen waarmee de indruk kon worden gewekt dat de Hoge Raad het papier erg belangrijk vond. In die zin, hè, als wij als UWV moeten beoordelen, zijn functies onderling vergelijkbaar en gelijkwaardig, hè, uitwisselbaar, dan is voor ons een heel belangrijk document. Moet je maar nagaan, hè? Dat is een grote onderneming. Er zijn ondernemingen met 5000 functies in een functieboek. En dan moeten wij gaan vaststellen of functies onderling uitwisselbaar zijn. Voor ons is de functiebeschrijving daar een belangrijk document voor. Maar een functiebeschrijving is een stuk papier. En daarom voor ons niet van doorslaggevende betekenis. Natuurlijk willen wij wel graag gevoed worden met informatie van die werkgever en die werknemer over de omstandigheden waaronder die functie uitgeoefend moet worden, zodat dat papier een gezicht krijgt. Ja, precies. Nou, en dat heeft de Hoge Raad nog maar weer eens bevestigd in deze zaak. Van de omstandigheden die een licht werpen op dat papier, eigenlijk daar komt het op neer, die mogen wel degelijk ook meespelen. En dat is voor ons natuurlijk wel van belang, want die heb je nodig om een goed beeld te krijgen van zijn functies nou uitwisselbaar of niet. Want ja, ga er maar uit staan, een ICT-bedrijf dat gaat reorganiseren. Alleen als je de functiebenaming al ziet, dan moeten wij soms zeggen, nou, vertel maar eens, wat moet die werknemer doen? Wat doet die geachte doen? Hoe zit het met die opleiding? Alleen op de benaming zeg je vaak COBOL-specialist. Dus je hebt die omstandigheden nodig, je hebt die nadere informatie nodig om daar een goede weging in te maken. Hoe lastig is dat? Omdat jullie, ja, je moet je de ene dag houden je bezig met iets heel anders dan de dag daarna. Die langs kunnen komen. Ja. En die komen vaak goed beslagen ten ijs. Ja. En dan moet worden bijgestaande advocaten precies. Die allemaal een goed verhaal houden. Dus is dan de houding van, en dat zeg ik ook tegen misschien werkgevers die nu kijken, is de houding van het UWV vaak de ja-maar-houding? Dus ik vertel iets en dan zeg je ja, maar. Of hoe? Nou ja, kijk, wat is de insteek van jullie dan? Kijk, zeker op dit punt, hè, om te beoordelen zijn functies uitwisselbaar, kijk je toch ook wel heel, heel goed naar wat werknemers in verweer tegen de ontslag hierover opmerken. Ja, natuurlijk. Ja. Maar los daarvan, wij hebben, ook al voert de werknemer geen verweer, een zelfstandige onderzoeksplicht. Dus als die werknemer geen verweer voert, moeten wij daar zelfstandig iets van vinden. En nou, daarvoor heb ik altijd heel veel respect voor mijn collega's die dat dagelijkse werk doen. Ga daar maar aan staan met al die diversiteiten met die 5000 binnen al die functies, ondernemingen. Ja. Dus dat is een kwestie van, ja, dat zijn natuurlijk wel op een gegeven moment oude rotten die een beetje gevoel hebben van, ja, word ik hier in het pak genaaid? Ja, ja, ja. Of, en die wel met scherpe uitvraag daar een weging in weten te maken. En dus helpt zo'n arrest van de Hoge Raad, waarin heel concreet gezegd wordt, jongens, je hoeft alleen maar, als het vinkje ontbreekt bij loonschaal, noem maar iets, dan heb je wel een ingewikkelder verhaal om uit te leggen. Ja, nou kijk, dat denk ik dat mooi te strak geredeneerd zou zijn, maar het helpt in ieder geval wel ook weer te zeggen van, oh, zie je het, ook de Hoge Raad zegt van een werkgever, als je voor dezelfde loonschaal kiest, dan is het UWV wel een bezwaarde motiveringsplicht van de werkgever vragen, hoe dat dan zit. Waarom eindigt dit, want we hebben in een eerder interview, daar kunt u ook overigens naar kijken thuis, ook over een arrest gehad. Waarom eindigen dit soort zaken allemaal bij de Hoge Raad? Omdat nou we gewoon definitief duidelijkheid willen hebben, gewoon met z'n allen. We hebben nu 5 jaar BWZ. En als ik kijk van de vele 10.000 beslissingen die we genomen worden, als we überhaupt kijken hoeveel zaken komen daarvan bij de rechter, dan zijn dat, is dat nog geen procent. Okay. Dus dat is heel weinig. En de zaken die uiteindelijk bij de Hoge Raad terechtkomen, ja, dat zijn toch vaak de grote organisaties waar rechtsvragen beantwoord worden. Ja. Kijk, het zijn ook vaak grote organisaties die erachter zitten met grote belangen. Want het procederen bij de Hoge Raad moet je wel een minimaal belang hebben, wil je dat doorvoeren. Want ja, als je daar als kleine ondernemer, ja, who cares dan? Soms zat een cassatieadvocaat zelf, hè, ook grote cassatiepraktijk, hebben van nu en dan een zaak die ze ook proberen gewoon tot hoog. Dat is een principe, uitspraak. Ja. Is er iets, was dit een logische wat jullie betreft? Als je dat vanuit, zeg maar, jullie partij bekijkt, ja, het arrest? Ja, ik vind het wel een logische uitspraak. Aan de andere kant vind ik wel dat de Hoge Raad in dit arrest, het KLM-arrest, wel heel vaak het woord kennelijk gebruikt. Kennelijk heeft het Hof dit en dat. Het vulde wel in. Aannemen, ze willen aannemen. Ja, ja. En die aannames zijn op zich, ja, wie ben ik om de Hoge Raad natuurlijk te verbeteren. Die aannames zijn goed, kijk uit, want dan heb ik een probleem. Ja, 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 ja. Maar er werd wel op een goede manier, maar wel zaken, het viel mij wel op. Het woord kennelijk werd heel veel gebruikt. Maar goed, onder de streep wachten jullie bij het UWV niet dat het de plaatselijke fietsenmaker met 4 man personeel aan zal gaan. Dit is echt iets voor grote... Ja. Grote organisaties. Ja, die stoelendansmethode, om maar een voorbeeld te noemen, die zie je toch vaak bij grote bedrijven, inderdaad. Ja.
Nou, dit maakt jullie leven dus iets overzichtelijker weer. Ja. Als het gaat om het kijken naar, nou ja, in dit geval wel of niet gaan afspiegelen enzovoort. Ja. Missen we nog iets als het gaat om het bespreken van dit arrest, als mijn slotvraag? Nou, naar mijn mening hebben we de belangrijkste punten voor onze dagelijkse praktijk wel geraakt. Oké, Jan, dankjewel. Dankjewel voor je komst hier naar het Concertgebouw in Amsterdam, waar we geen muziek hebben gemaakt, maar waar we wel hebben gesproken. U kunt ook op de website kijken van de Academie voor de Rechtspraktijk. De website heeft een speciale naam, legalflix.nl. En daar staan veel meer interviews op. Die hebben allemaal één ding gemeen. Het zijn interviews over juridische zaken, opgenomen op een bijzondere locatie met interessante gasten, zoals vandaag. Wat ons betreft, namens de Academie voor de Rechtspraktijk, bedankt voor het kijken naar dit interview.